De verdachte nam de nacht na de moord op Diphoorn het vliegtuig naar Turkije. Justitie doet daarna nog extra onderzoek. Net als sporen worden onderzocht in de auto waarmee het lichaam van Diphoorn naar het Twentekanaal bij Amdelde zou zijn vervoerd. Justitie liet dat weten tijdens het begin van het proces. Dames en heren, de rechtbank. We hebben van de officier van justitie begrepen dat door of slaan of schoppen of op een of andere manier, ik weet niet hoe eh, Meneer Diphoorn om het leven is gebracht? Slachtoffer Diphoorn en de verdachte Hengelowen wonen jaren geleden bij elkaar in de Goorse wijk Tuindorp. In die omgeving vergreep Dipphorn zich aan minderjarige jongens. Hij werd daarvoor ook veroordeeld tot een taakstraf. De verdachte heeft eerder toegegeven, zelf als kind te zijn misbruikt. Dat heeft de verdachte vorig jaar opgebied aan familieleden in Turkije. Justitie heeft rechtshulpverzoeken gedaan, inderdaad, onder andere uh, aan Turkije. Het verzoek gedaan om getuigen te horen. De strafzaak gaat half december verder.